Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie de stencil setjes van DecoTime uittesten. Deze setjes liggen momenteel in de winkel bij de Action. En er kwamen ook al leuke reacties over in de shoplog die ik had gemaakt dat ik ze had gekocht. Dus ik dacht, misschien is het leuk om deze samen uit te testen om te kijken of het resultaat ook echt gaat lukken. Dus mocht je benieuwd zijn naar de stencil set en meer informatie hierover en of het uiteindelijk werkt, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Dit zijn dus de setjes. Ze kosten €1,49 per stuk en zijn verkrijgbaar bij de Action. Je hebt in totaal 6 verschillende soorten. Ik heb ze inmiddels alle 6 kunnen bemachtigen, maar dat was best wel een zoektocht. Ik heb hier allereerst deze. Dit is met een lavendel setje. Op de achterkant ziet het er dan uit hoe je het, hoe het eruit zou kunnen zien. Dan heb ik deze met mooie bloemen erop. Die ziet er aan de achterkant zo uit. Dan hebben we het setje met de rozen. Ook een heel mooi setje. Dan hebben we deze mooie bloemen. Die zien er ook wel heel erg mooi uit. Dan hebben we deze. Die ziet er ook echt heel gezellig uit. En we hebben deze set. En die ziet er zo uit. Ook super leuk. In zo'n setje zitten 3 stencils. 3 kleuren inkpads en 1 dobber. Dat is dus de dobber. Die kun je op je vinger zetten. Het is jammer dat er eigenlijk maar eentje bij zit. Want daar moet je dus wel met dezelfde dobber steeds in de verschillende kleuren. En ik weet niet of dat werkt. Op de achterkant staat dus een afbeelding hoe het eruit komt te zien. Maar je ziet ook eigenlijk al heel erg duidelijk een soort van stappenplan hoe je te werk kunt gaan. Je krijgt dus 3 stencils, ook met een achtergrond erbij. Ik denk wel dat het een heel precies werkje wordt, maar laten we maar gewoon eens gaan kijken hoe dit werkt. Dus ik ben wel benieuwd. Ik ga er even eentje uitkiezen die ik ga proberen te maken, want ik weet natuurlijk niet of het lukt. We gaan het proberen. En dan gaan we wel zien wat het resultaat wordt. Ik ben in ieder geval wel benieuwd. Dus ik ga de spulletjes erbij pakken en dan gaan we aan de gang met de setjes. Nou, ik heb eventjes een blaadje gepakt. Ik ga het op een gewoon blaadje doen. Die zet ik even vast op de magnetische stencil tool. Die komt ook bij de Action vandaan. En dan ligt mijn blaadje in ieder geval vast. Ik zet jullie er altijd vanaf de voorkant bij, omdat ik helaas niet de mogelijkheid heb om vanaf de andere kant te filmen. Ik weet dat echt de professionele mensen die creatieve video's maken dat wel doen, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik ga de lavender set proberen. Ik ga hem eventjes openmaken en ik ben heel erg benieuwd. Dan hebben we hier de stenceltjes. Er zit ook, oh kijk, er zit ook nog een soort van, nou ik weet niet waarom dit erbij zit, maar er zit nog een blaadje bij. Even alles eruit halen. Zo. Alles eruit. En dan moet ik natuurlijk wel de achterkant gebruiken. Want stap 1 is om de lavendeltjes te doen. Even kijken hoor, welke is dat dan? Dat zal wel. Ik denk dat het, is dat dan deze? Ja, dat is deze. Kijk, deze kan ik dan ook even zo nog vastzetten met de tool. Dat is wel handig. En ze beginnen dus met de lichte kleur. Waar is nou weer dat andere dingetje dan? Oh, die ligt hier. Nou ja, dat is dan, nou, ik vind ze allebei vrij donker, maar dat is dan deze. Dit is dan de lichte kleur, zeg maar. Nou, daar beginnen ze mee te stempelen. Ik vind het wel raar. Ik vind hem erg donker. Nou, het is wel de lichtste. Oké. Dus dat is stap 1 om die lavendeltjes te doen. Dus dat zijn dan die. Oké. Klopt dat wel? Doe ik het wel goed?
Ja, nou, we gaan het gewoon proberen, jongens. Ik weet het ook niet. Ik zet deze op mijn vinger. Dan ga ik erin dippen. Hij neemt op. En dan gaan we het er gewoon opstempelen. Ja, het lijkt me wel het handigst als ik eerst al die lichte kleuren ga stempelen voordat ik die donkere ga doen natuurlijk. Ik ga gewoon even kijken ook naar wat er allemaal licht moet worden, want dat is wel het handigst. Lijkt mij. We gaan het wassen. Ik heb zo'n idee dat ik hem al verkeerd om heb liggen. Kan ik je vertellen. Nee, zo doen ze het wel. Ja. Laat ik gewoon even doorgaan. Ik moet natuurlijk wel goed weten dat alles goed bestempeld is. Want ik krijg hem natuurlijk nooit meer zo netjes omheen. Nou, deze is dan ook licht. Ik ga hem toch even wat meer vasthouden, zodat hij goed raakt. Want... Ik ben ook wel benieuwd of je de dobber uiteindelijk dan ook weer schoon gaat krijgen. Mijn vinger is te klein voor dit dobbertje om in te doen. Oké, dan heb ik die in ieder geval gedaan. Dan gaan ze bij stap 2 al gelijk door... met het donkere. En dat is dan deze. Dus dat gaan we dan ook gelijk maar doen. Er staan verder ook geen namen op. Dan ga ik natuurlijk wel gelijk in die donkere. Dus misschien dat ik zometeen toch eventjes een ander setje erbij ga pakken voor het groen. Want ik durf eigenlijk nu niet meer met deze in de groen te gaan. Want dan wordt die helemaal paars. Ik denk dat ik zo even een andere pak. Jawel, je ziet nu toch wel verschil hoor met de kleur. Ik denk dat jullie dat ook wel duidelijk kunnen zien. Oké, dan is dat gedaan. Wat is dan stap 3? Oh, dan moet je al met dat groen. Nou, dan ga ik zo eventjes wat anders erbij pakken. Maar die moet er dan dus overheen. Kijk. Oh. Huh? Gek. Doet al helemaal. Oh, doet ook verkeerd, zie ik nu. Want deze had hier overheen gemoeten, zie je het? Oké. Was niet zo slim, maar we laten het wel even zo. Daar had ik even wat beter over na moeten denken. Ik zie ook dat sommige er niet helemaal uit zijn. Die moet je er zelf nog uitdrukken. Die had ik daar dus overheen moeten doen, zie ik nu. Geeft niet. Was geen slimme actie, maar oké. Dingen die misgaan hoorden er soms ook bij. Denk ik dan maar. Stap 3 is dan
Deze. Huh? Hoe dan? Oh ja, die moet dan zo. Kijk, die komt dan hier zo. Ja, dat zeg ik wel heel leuk. Zo, knetters. Dat is nog moeilijk, joh. Ja, zo denk ik. Die zet ik hier maar vast. Dan moet ik hem zo alleen even verschuiven. Want nu moet ik hem dus groen gaan maken. Maar ik ga dus eventjes een ander dingetje erbij pakken. Want ik ga niet met deze dobber nu in mijn groene in. Dat gaat er niet worden. Dus ik ga even wat anders pakken om mee te stempelen. Oké, tijd voor groen. Ik ben nog steeds er niet zeker van dat ik dit goed doe. Maar we gaan het proberen. Wel lastig hoor om die randjes te pakken, want die is echt wel heel smal. Het is echt jammer dat er maar één dobbertje bij zit. Ik weet ook niet of ik hem schoon krijg. Dat is de question, want hij is natuurlijk heel erg donker nu. Je kunt hem niet tussendoor schoonmaken, want dan loop je het risico dat hij niet meer droog is. En dan kun je helemaal je dingetje niet afmaken. Zo. Oké. Kijk, hij wordt niet echt heel intens. Nou ja, het is ook maar, het is een probeersel, hè. Dus ik pin me er niet op vast, vooral. Ik geloof niet dat ik het helemaal goed doe, maar ja. Wordt met die dobber ook echt wel gewoon mooier. Ik weet ook niet of je die dobbertjes los zou kunnen kopen. Weet je, als ze ze nou los hadden verkocht, dat zou gewoon veel makkelijker zijn. En misschien baart oefening kunst hoor. Sommige mensen die kunnen het gewoon gelijk al heel goed. En ja, ik niet. Schijnbaar. Het is niet dat ik dit gelijk heel goed kan, zoals je kan zien. En dat is niet erg, ik bedoel, ja. Je komt overal gewoon net niet heel makkelijk tussen.
Oké. Maar dit moet dus ook. Lijkt het. Ja, want kijk. Dat is ook nog een dingetje. Oh ja, zo klopt die wel. Af en toe moet je hem ook weer eventjes recht leggen. Want hieronder moet het dus ook groen worden. Oei, dat valt nog best een beetje tegen, jongens. Ik kom daar weer even recht leggen. Nog best pittig. Kijk, want nu pakt hij mijn uni. Zo. Donde natuurlijk maar een beetje helpen. Oké, dat moet dus hier ook nog gebeuren. Ja, hij moet zo precies eronder komen. Dat het ook heel nauw aansluit. En dat vind ik best wel lastig. Want dat is nou niet mijn sterkste punt, zeg maar. Best moeilijk hoor. Ik vind het moeilijker dan gedacht, laat ik het zo zeggen. Oké. Dan hebben we een groen vlindertje wat ook moet. En een vlindertje die zag ik al hier. Ik kan even kijken welke dat dan is. Deze. Die moet hier ook met groen. Ik ga toch eens even bij de Action kijken of die dobbertjes ook los te koop zijn. Want dit is wel... Ja, dit valt wel een beetje tegen zo, zeg maar. Met een enkel dobbertje. Het resultaat gaat niet worden zoals het op het plaatje staat. Dat heb ik al wel in de gaten. Zo goed gaat het niet worden. Dan hebben we weer... Oh ja, kijk. Oh, ik heb hem ook verkeerd omgedaan. Ja. Nou heb ik weer een hele vlek hier zitten. Het is fantastisch. Ja. En dit moet dan ook nog donkerpaars worden. Dus dit moet hier weer specifiek op, zodat je... paarse streepjes erin krijgt. Nou, echt jongens, ik vrees niet dat dat heel goed lukt. Ik zal hem erop leggen. Nou, ik ga het proberen, maar ga ervan uit dat dit resultaat niet gaat worden wat het moet worden. Maar goed, daarom testen we het ook uit. He, al het begin is moeilijk, zeggen we dan maar. En wie weet dat het later nog een keertje mooi wordt. Nou verschuift hij weer. Ben jij vervelend? Niet verschuiven. Durf er ook gewoon niet te hard overheen te gaan, omdat dan al die kleur verdwijnt. Je ziet het wel een beetje. Nou, ik maak gewoon wat vlekjes erop. Want
Anders verpluts ik het helemaal. Dat heb ik al wel in de gaten. Komt hij is nu natuurlijk ook al helemaal vies, omdat ik het verkeerd deed. Nou, dat doen we ook aan die kant. Oh ja. Ziet er best schattig uit, al zeg ik het zelf. Dan moeten we weer een vlindertje maken. Dan moet ik hem dit keer wel goed neerleggen. Dat is dit vlindertje. Die moet dan lichtpaars worden. Lekker, ik zit helemaal onder de inkt. Fantastisch. Dan moet je dan weer met donkerpaars wat kleur in maken. Ja. Oké. Nou, dan is dit wat het is. Dan hebben we die achtergrond. Dat wordt denk ik ook wel een ding. Er hangen hier allemaal dingen losjes. Ik denk nu zelfs dat je die als eerste had moeten doen. Nou, misschien gewoon af en toe een beetje verplaatsen. Het wordt niet wat het wezen moet, dat weet ik wel. Ja, ik denk gewoon dat ik eerst die achtergrond had moeten doen. Al staat dat niet zo, zeg maar, op de afbeelding, op de tutorial. Maar het lijkt erop dat dat wel het beste was geweest. Maar ja, ik heb nu gewoon de tutorial gevolgd. En ik denk gewoon, ja, dat als je het weer gaat doen, je het dan toch anders gaat doen. Je er dan toch voor kiest om het op een andere manier te doen, omdat je er dan ja een keer geprobeerd hebt en dan weet je in ieder geval hoe het dus niet moet. Dan ga ik hem toch even verplaatsen. Ik vind het niet heel mooi geworden, moet ik zeggen.
Ik ben natuurlijk ook al de mist in gegaan. Maar goed, het is ook een first impression, dus ja, weet je. Al het begin is moeilijk, zeggen ze. Nou, ik ga hem ook niet beter krijgen dan dit. Ik ga nog wel even die tekst proberen. Maar het ziet er niet uit. Dat is iets wat we wel kunnen vaststellen. Dat het niet is geworden wat het had moeten worden. Maar dat betekent dat ik nog even verder moet oefenen. Oké. We kunnen met alle eerlijkheid zeggen dat het eigenlijk er niet uitziet. Dat het niet is geworden wat het had moeten worden. Want dit moest het worden en dit is het geworden. Nou, dat is het natuurlijk absoluut niet. Ik ben echt onwijs de mist in gegaan. Hier hebben ze ook bijvoorbeeld hele mooie diepte in het groen. Ik weet niet hoe ik dat voor elkaar moet krijgen. Maar dit was niet het succesvolste wat ik heb gemaakt. Ik ga nu ook eventjes kijken of ik deze schoon kan maken. En ook gelijk de stencils. En dan kunnen we ook even zien of het schoon wordt. En dan zal ik jullie zo even uitleggen waar ik de mist in ben gegaan. Maar dit is dus niet wat het had moeten zijn. Oké, nog één keer. Dit had het moeten worden. Even duidelijk. En dit is mijn resultaat geworden. Dus zoals je kan zien heb ik echt onwijs gefaald. Ik heb hier echt nog oefening bij nodig. Dit is niet zo simpel als dat het lijkt. Laat ik dat voorop stellen, want het ziet er niet uit. Ik heb de tutorial gevolgd op de achterkant. Maar ik merk toch dat het handiger is als je eerst de achtergrond maakt, lijkt het. Voordat je begint met de andere dingen. Maar zo staat hij niet op de tutorial. Ik snap ook niet hoe hun hier die donkere groene dingetjes in krijgen. Moet je dan misschien meer inkt opnemen? Ik weet het niet. Maar dit was even een keiharde faal. Dus ik moet er echt nog eventjes beter mee aan de gang gaan. Dus voor een first impression ben ik ook totaal niet tevreden wat het is geworden. De dobber is inmiddels lichtpaars geworden. Die ga ik nog eventjes in een sopje gooien. Want ik hoop dat ik de kleur eruit krijg. Maar dat denk ik haast niet. De schablonen worden wel goed schoon. Die zijn nog een beetje vochtig. Die ga ik zo eventjes goed neerleggen om te drogen. Die kun je heel makkelijk met water wel weer schoonmaken. Dus dat is heel fijn. Alleen ze moeten even goed drogen voordat je ze weer kunt hergebruiken. Want anders is je papier natuurlijk al heel erg nat. Het blaadje wat erbij zit, daar staan de stappen ook nog wel op. Maar ik vind het gewoon niet heel makkelijk te zien. En ik kom gewoon niet uit met die groene kleuren. Omdat je gewoon eigenlijk, ja, je hebt drie kleuren inkt en ik snap niet zo goed hoe hun dit resultaat krijgen.
Dus dat is een beetje lastig. Ik vind het ook wel heel erg jammer dat je maar één dobber hebt. Want ik heb gemerkt dat het met de dobber echt wel het makkelijkste gaat. Dan kun je gewoon heel makkelijk ook in die kleine hoekjes komen. Maar omdat je één dobber hebt en als je dat in drie kleuren moet gaan doen... Ja, dat werkt gewoon niet zo goed. Ik denk zeker wel dat het resultaat te behalen is. Maar voor mij zit er gewoon echt nog heel veel oefening bij. En is de eerste keer gewoon totaal mislukt. Dat hoort er ook bij. Ik wil het jullie ook gewoon laten zien. Zodat ik kan laten zien dat ik er heel veel moeite mee heb. Misschien dat jij het wel gelijk heel goed kan hoor. Dat kan. Maar voor mij was het toch nog best wel lastig. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij ook al deze setjes hebt gespot of eventueel hebt gekocht. En of dat jij er al wat mee hebt gedaan. En of het resultaat bij jou in één keer gelijk goed ging. Daar ben ik dan wel heel erg nieuwsgierig naar. Want mijn faal die blijft toch wel een beetje hangen. Ik hoop in ieder geval toch dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ondanks dat het resultaat niet is geworden wat het had moeten worden. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video toch leuk, ondanks dat het totaal misging? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doei!